In Natuur naast de deur vanavond de gedaantewisselingen van de zee en hoe de dieren zich daarbij aanpassen. De zeebodem is een rustig oord. Een wereld bewoond door tere schepselen. Maar tweemaal daags ondergaat de zeebodem een gedaanteverwisseling. De aantrekkingskracht van de passerende maan zuigt het water weg van de kust. Voor de dieren die langs rotskusten als deze leven, is dat een rampzalige situatie. De slakken moeten zich verschansen en de vissen zwemmen met het getij mee of ze zoeken een beschut plekje op. Zo zal een slijmvis zich in een gat of spleet tussen de stenen verstoppen. En wanneer het eb is, blijkt hij geen kant op te kunnen. De slijmvis komt droog te staan. Nu het laag water is, duiken er ook allerlei rovers op. Voor veel zeedieren vormen de getijdenpoeltjes de laatste uitwijkmogelijkheid. Het zijn de tijdelijke oases van deze woestijn die twee keer per dag ontstaat. Zo'n getijdenpoeltje is eigenlijk een miniatuurzee waarin het leven gewoon doorgaat. Hey, did you see them in this pool? Oh, yeah. Gelukkig is er aan plaatsen om onder te duiken geen gebrek. Overigens dragen heremietkrabben hun eigen schuilplaats op hun rug mee en het water van het poeltje wemelt van het voedsel in de nieuwe geurtjes. Hey, should we go see if there's anything over the other side? Right, come on. De strandkrab, die op zijn rust gesteld is, kan zich tegelijkertijd verstoppen en toch doorgaan met ademhalen en het zeven van voedseldeeltjes uit het water. Hey, look, what's it? Look at this. Oh ja, yeah. Looks like it's... Well, oh, looks like it's dead. Yeah, it might be. Maar de pomatocereswurm is niet dood. Hij zit gewoon in zijn kalkpanzer. En zodra het gevaar voorbij is, komt hij tevoorschijn. Noordzeegarnalen doen het weer anders. Als gravers kennen ze geen gelijken. Tenminste, als we hun grootte in aanmerking nemen. Toch moeten de zandkorrels die alle kanten opvliegen voor deze diertjes even zwaar zijn als flinke keien voor ons. Ingegraven zijn ze vrijwel onzichtbaar, zelfs voor de scherpste ogen. Oh. En ligt graven je minder, dan kun je altijd nog terugvallen op chemische oorlogsvoering. Deze zeeanemoon beschikt over honderden met netelcellen bewapende tentakels. Alleen de allersnelste bewoner van het poeltje kan ze ontwijken. Steurgarnalen bezitten ongeveer het beste zenuwstelsel van alle ongewervelde dieren. Ze hebben dan ook een ongelooflijk reactievermogen. De tentakels van de zeeanemoon hebben een tweeledig doel. Ze vangen er voedsel mee en ze worden ingezet bij de verdediging. Voortdurend tasten de tentakels het water af op zoek naar iets eetbaars. Vervolgens wordt het brokje voedsel naar de mond gebracht en in alle rust opgepeuzeld.
Garnalen eten we graag op brood. En van een zuurstok proef je het meest als je eraan likt. Alleen krijg je door aan een zuurstok te likken niet zo'n lange tong als een wulk. Die is namelijk 2 maal zijn lichaamslengte. Inderdaad kan hij zowel boven als onder water heel wat stenen afwerken. Maar de rotspartij van de slijmvis smaakt naar eendenmossel. De meeste bewoners van de getijdenpoeltjes zijn aaseters en rovers. Tussen de stenen hopen ze iets eetbaars te vinden. En op deze dieren wordt van alle kanten jacht gemaakt. Kijk, hier is een shrimp. Die is big. Ja. De dag is nu op zijn warmst. Voor deze zeebewoners is het erop of eronder in de droogte. Het wier is verschrompeld tot de helft van zijn normale grootte. Een zeeanemoon die zijn tentakels heeft ingetrokken ziet eruit als een enorme aangespoelde gombal. De eendenmossels zitten veilig verschanst in hun kastelen. En hoog en droog, honderden meters van zijn natuurlijke element vandaan, zit daar de slijmvis. Met zijn kielblazen vol met water zit hij in de vochtige schaduw van de rotsen zijn tijd uit te zitten. Door verdamping is het water van het getijdenpoeltje zouter geworden. Als er een zeester langskomt, is dat voor de aliekruiken een goede reden om een veilig heenkomen te zoeken. Alle 5 zijn armen kunnen het initiatief nemen en alle 5 speuren ze het poeltje af. Een dik oranje tapijt, bedekt met witte kalkstekels en met een gepantserd lichaam. Duizenden buisvormige voetjes waar water in gepompt is en die afzonderlijk bewegen, maar toch onder een centraal bevel staan. Als een onderwaterleger dat een stad op de schouders torsend voortmarcheert. En naar boven keren de golven terug. Wat eerst drooggevallen was, wordt weer veroverd. De woestijn wordt overspoeld door een nieuwe golf van geweld. Onder de stenen maakt een zuignapvis met zijn aaneengegroeide borstvinnen zich plat. En in het getijdenpoeltje barst het geweld van de zee weer los. De slijmvis krijgt weer vers, zuurstofrijk water en verlaat zijn schuilplaats. De eendenmossels zwelgen in het terugkerende zuurstofrijke en voedselrijke water, na 6 uur in hun door de zon verhitte kalkhuisjes te hebben gezeten. En al die tere fijne wezens van de zee leven op, nu hun eigen wereld weer terug is. Volgende week in deze serie de flora en fauna op en rond de vuilnisbelt.